naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Kijkers, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV Open Mic. En we zitten met assembleelid Ronnie Asabina. En we gaan het met hem hebben over onder andere hoe maar een dag is verlopen. We hebben ook de BTW-wet die in 2023 in zal gaan. Hoe dat zal inspelen op de gemeenschap. Meneer Asabina, om te beginnen, welkom. En hoe heeft u Marondag 10 oktober ervaren? Dus Marondag is geweest. Bij welke gelegenheid wij herdenken. En in voorkomende gevallen vieren. Het feit dat 262 jaar terug. Mensen die... Katibo, dat zij die Bakrabasi hebben gedwongen om aan tafel te zitten. Ja, waarbij men overeen is gekomen, een traktaat, een overeenkomst, met als rode draad dat zij vrije mensen waren. Met andere woorden, komt erop neer dat zij hun vrijheid niet op een presenteerbordje aangeboden hebben gekregen, maar dat zij zich uit die katibo hebben onttrokken. We hebben gezien, als we de zaken weer voor de geest halen, dat het heel uitbundig is gevierd. Oké, vooral in een tijd van crisis, van stress, heb je ontspanning nodig. Maar wat we niet over het hoofd moeten zien, is dat we alles eraan moeten doen om de boodschap van Marondak of de boodschap van 10 oktober te begrijpen. Ja? En die boodschap houdt verband, heeft alles te maken met vrijheid. Als je het mij vraagt, het allerhoogste goed. Zonder vrijheid ben je niet in staat keuzes te maken. Zonder keuze te kunnen maken, die mogelijkheid om keuze te maken, ben je niet in staat een weloverwogen besluit te nemen. En wat we ook niet over het hoofd moeten zien en moeten meenemen, dat die vrijheid met de totstandkoming van die traktaten, ja, dat het werk niet is volbracht dan wel voltooid, maar dat er een aanzet is gegeven en dat die strijd voortgezet moet worden. Als we kijken naar de 17 ontwikkelingsdoelen, welke ultimo 2030 gerealiseerd moeten worden, ja, en je relateert het aan de strijd die gevoerd is, dan zijn die 17 ontwikkelingsdoelen mondiaal, ja, moet je zien, mede zien als resultaat van die strijd. Ja. Ja. Toegang tot onderwijs. Ik heb het al gehad, vrijheid is de basis. Ja. Voor duurzame ontwikkeling. En daarom heet het die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. We hebben gezien dat, en het is niet de eerste keer, maar het is steeds is het meer regel dan uitzondering, dat met name politieke partijen deze hoogtijdagen aangrijpen, ja, om partijpolitieke boodschappen te delen, om in te spelen op emoties van doelgroepen. En wij vinden dat wij dat niet kunnen goedkeuren. Ja?
Wij gaan niet nader daarop in, maar we hebben zelf mogen meemaken en dat hadden we al voorspeld, dat daarvoor in aanmerking komen de functionarissen, dan wel personen, die dag zou aangrijpen om te zeggen Okonawang. En dat hebben we gezien. Maar Okonawang, zonder een visie erachter, Okonawang zonder een traject dat is uitgezet en bewandeld moet worden, moest je niet naar Parijs brengen. Ja toch? Dus daarom zeggen wij nog steeds, mensen die zich op die manier uitlaten, hebben de boodschap van 10 oktober niet begrepen. Want we hebben toch wel personen gesproken, of personen hebben zich geuit, of comments gegeven en gezegd en aangegeven van 10 oktober is niet om te vieren. En mensen sturen meer aan op dagen van bezinning, op zo'n dag van bezinning. We hebben de performance hier op het plein gezien. We hebben de vicepresident gezien. Die zich, waar mensen menen dat hij zich als Maron-leider heeft vertoond op die dag. Is dat ook de vertoning dat u heeft gezien? Want er is ook gesproken over het nadeel dat het binnenlandse hebben met de wijziging van het kiescentrum. Hij zal zich ook gaan richten tot het constitutioneel hof. Hoe kijkt meneer Asebina naar die aspecten? Dus 10 oktober... in 1762, ja toch, is tastbaar overeengekomen. Ja toch? Het was tastbaar, het is meetbaar, ja, en het is zichtbaar. Toch? Wat we hadden verwacht, is dat politici die in het machtscentrum zijn, denderend ook, op die dag met de doelgroep zou delen. Kijk hier, ja toch? Kijk die wapenfeiten hier. Kijk die zegeningen hier. Laten we die zegeningen tellen. Maar dat heeft niet plaatsgevonden. Wat we daar hebben gezien, is dat men zich heeft opgesteld als, ik heb geen andere benaming ervoor. Het komt mee, het heeft dimensie. Uitlatingen, toch? Uitstraling. Van een demagoog. Toch? Ja toch? Wij. Dus je, op die dag. Dan in plaats dat je die mensen triggert. Om aan te geven. Dit is het resultaat wat ik al eerder aangaf. Laten we gezamenlijk knikkers tellen. De zegeningen tellen. Kom je daar. En je probeert jezelf. Ja toch? Te etaleren. Op een manier welke erop moet neerkomen dat je, laat maar zeggen, in een slachtoffersrol. We zijn nog slachtoffers. Ja. Maar die man betekent in het traktaat, die man besoort in smatak, nee. Die zien een resultaat en die smatak, dat emotionele gewoon estafette. Als drie. Moest Godoro en Asma Satekin talk. Voor Chagomoro Fara. Tap de momenten die zie. Dat Amuso de wapenfeiten ving. Zodat ik. Even Gomoro langananga ing. Dat ik Gomoro langananga. Maar if I want trust mine. Dat ik want trust mine. Maar op het moment dat hij. Look at de resultaten. Ja. Kijk die zegeningen. Maar dat hebben we niet gezien. Maar wat we daar hebben meegemaakt. Is dat. De doelgroep. Toch. Op een manier die proberen voor sorry a doelgroep taki ano uno maar de dunanga uno, ja toch? En dat vinden wij gevaarlijk, omdat jij deel en onderdeel bent, ja, van het beleid, van de uitvoering, maar ook van die verantwoording. Dus je kan onmogelijk een anomie houding aan de dak leggen. En dat keuren wij af. Ja, dat is niet goed. Niet voor de huidige generatie. Maar ook niet voor de generatie die na ons moeten komen. Want dat hebben
die vrijheidsstrijders, dat is niet de boodschap van 10 oktober. Ja, zang de vrijheidsstrijders, deze helden, ja, voor land en volk hebben betekend. Zodanig dat we vandaag aan de dag, we gaan snap dat podium, naar een alabrat kanti voor mofo, voor taxani. Ja. Wat ik ook moet merken is dat ook is aangegeven, want de BEP heeft in DNA gevraagd naar een aparte pot voor het binnenland, in verband met die overstroming. En dat werd afgekeurd door de coalitie. En dat die huidige wet zoals het toen werd aangenomen, dat het al voldoende was om het binnenland te helpen met wateroverlast in al die gebieden. Maar het is aangehaald dat ze het nog een aparte pot willen. Dus u bent gehoord. Dus daarom zeg ik, die Engelsman zou zeggen, I'm confused. We zijn geen leiders om in te spelen op emoties van het volk. We zijn leiders om te leiden. Ja, toch? We zijn leiders, ja, om te educeren. Mensen te vormen en mensen op te voeden. Wij hebben steeds, wij hebben eigenlijk een van die belangrijke speerpunten van de BEP, ja, is regionalisering van die ontwikkeling. Meka ontwikkeling waka, tapuan fisi, fasisa fiti, na aher grondgebied voor Suriname. Ja, tego na Engeland, tego na Londen, igo na Liverpool, igo na Manchester City, of al die plaatsen. Dat is het al een presidapie aan ontwikkeling. We hebben nu bijvoorbeeld een wet in behandeling over geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. En de minister zegt waar men hun klachten deponeren. Die bedrijven moeten een klachteninstituut hebben. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan mogen die klachten gedeponeerd worden bij arbeidsinspectie. Wel, ik ben uit die zaal gestapt, maar dadelijk moet actie aan minister Pefu en Sranang arbeidsinspectie aan een filiaal. Dat zal mij niet verwonderen. Of aan minister dan zo Paramaribo kan in een Nikeri. Maar die overige 8 districten niet. Wanneer wij van de BEP tegen de begroting hebben gestemd, niet voor de begroting van 2022 hebben gestemd, en we hebben duidelijk aangegeven, ja, wat wij als principieel hebben gesteld. 1, dat die begroting op gespannen voet leeft met de huidige comptabiliteitswet, die in 2022 operationeel is vanaf het begrotingsjaar 2022. En ik heb de vicepresident althans in die richting horen praten van dat hij zijn partij overweegt om de staat aan te brengen bij het constitutioneel hof. Ja toch? Omdat de wijze waarop ja, de begroting is opgesteld niet in harmonie leeft met de grondwet. Maar hij is deel en onderdeel van de regering. De vicepresident is de persoon die de agenda bepaalt van de Raad van Ministers. De vicepresident is de persoon die de hamer moet laten vallen wanneer er besluiten moeten worden genomen. Dus ik kan het niet plaatsen dat hij als een van de 2 coalitieleiders, 1, maar ook als vicepresident, niet in staat is om zijn counterpart, coalitiepartners, te overtuigen van zaken waarvan hij vindt dat die in strijd zijn met de grondwet. Wij hebben in het parlement aangedragen, regering, je kan geen algemene pot noodvoorziening hebben of noodfonds. Ja, het is in strijd met die comptabiliteitswet. In dat kader hebben wij van de gezamenlijke oppositie een motie ingediend met als inhoud dat er een aparte begrotingspot moet zijn voor die gebieden die getroffen zijn
en als gevolg van en overstromingen en wateroverlast. En ik weet niet of je zich nog kan heugen toen het zo klonk in de vergaderzaal over mijn dead body. Ja, was de reactie van de coalitie over mijn dead body? Wij gaan dat niet doen, maar in Suriname, de Maitaki Anaiwoko. Zo heeft men het gebracht, Anaiwoko. En het is niet gekomen. En tot de dag van vandaag hebben die mensen, met name van Brokopondo, die het zwaar zijn getroffen, tot nu toe hebben ze geen enkel cent, geen rode koper van de staat gehad. Maar er was een bedrag op die begroting. En ik had gewaarschuwd, die algemene pot voor noodfonds of noodhulp, de regering kon het aanwenden naar believen, in die zin dat men kon aangeven, ja, en voor Nikeri, of voor Saramaka, of voor Marowijnen, of voor Lelydorp, bij wijze van praten. Ja, toch? Als bijvoorbeeld een rattenplaag, bij wijze van praten. Zo. Maar Broek Amoni, kies Amoni, nou, een koprocentie. En nu horen wij dat, nee, begroting anders moet worden opgesteld. Want er is, ze hebben geen geld vrijgemaakt voor het project elektrificatie 50 dorpen in het binnenland. Wie zou het anders moeten doen? De regering. De regering is één en ondeelbaar. Maar wat we meemaken in dit land, en vandaar dat het land zo met de dag achteruit gaat. Je hebt één regering, ja, maar in diezelfde regering heb je coalitie en oppositie. Wanneer het je goed een uitkomt, dan ben je coalitie, anderszins ben je oppositie. En een land wordt niet zo geregeerd. Ja, een land op die manier regeren, ja, betekent dat we gegarandeerd naar de afgrond koersen. En dat is niet goed. In een tijd van crisis heeft daar de wet aangehaald in seksuele intimidatie op de werkvloer. Er zijn zoveel problemen. En in een tijd van crisis zijn dat soort type dingen wel belangrijk om de gemeenschap te beschermen, de mensen die werken, die naar het werk gaan. En u heeft ook aangehaald de wet voor noodhulp die op een of andere manier is goedgekeurd. Maar nu krijgen we dan ook die BTW-wet in 2023. Dus eigenlijk waar er verlichting zou moeten komen voor het volk en hulp, merken we wel dat er meer wordt afgetrokken van ze in deze dure tijd. Ja, kijk, de regering heeft zich gecommitteerd aan een IMF-deal. En dat van BTW, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het niet van deze regeerperiode dateert. Die wet is volgens mij in de tijd in regeerperiode 2010-2050 is het aangekondigd en er zou in 2012 een feit zijn. Oké, we leven nu 2022. 10 jaar nadien, ja, als ik de telling goed heb bijgehouden, hoor, ja, en is het goedgekeurd. Maar kijk, het gaat niet zozeer om die wet, maar het gaat om die functionaliteit. Het doel dat je ermee beoogt. Die BTW, moeten we zeggen, komt in de plaats van die omzetbelasting. En men heeft aangegeven, en dat was mijn punt, hè, dat men kiest voor die BTW, één, primair, omdat het veel meer kan binnenbrengen, ja, aan staatsinkomsten dan de bestaande OB. Maar wat men niet heeft gezegd, en waarop er geen antwoord is gekomen, welk deel van die opbrengsten, ja, die thuis horen in staatsgas als ze zijn OB, welk deel wordt gegenereerd? En er is geen antwoord daarop gegeven. Als men zou zeggen 30% of 20%, zou het mij niet verrassen. Ja, toch? Met andere woorden, een succesvolle uitvoering van die BTW staat en valt met het in place zijn van cruciale randvoorwaarden. En die randvoorwaarden zijn, wij zijn nog niet bekend met die randvoorwaarden. Een van die belangrijke randvoorwaarden zou moeten zijn
dat de Belastingdienst kwalitatief in staat gesteld zou moeten worden om haar taak op het gebied van toezicht, op het gebied van controle, op het gebied van handhaving, op een gezonde manier ter hand te nemen. Natuurlijk is men gekomen met een concept belasting en autoriteit. Een concept dat aan alle kanten wankelt. Zodanig dat de regering geen andere keus had om een pas op de plaats te maken. In plaats dat men zegt, het wordt ingetrokken, want die basis is er niet. Want in elkaar kan toch je repareren. Want also, bij een fundament van een boom. En also dat in elkaar repareren. Wie is na stort, die stort, een fundament voor een stort, een boom. Au priti, au fadong. En het concept is niet goed. Deskundigen, man van de straat, vrouw van de straat. Iedereen heeft het doorgenomen. Zelf de leiding van de Belastingdienst heeft het doorgenomen. En men zegt van nee, het is niet goed. En om te voorkomen dat men geen gezichtsverlies leidt, zegt men van ja, we gaan een periode van 6 maanden in acht nemen. En we gaan nu pas een consultant in de arm nemen, Ernst & Young. Ja, om het traject voor ons uit te zetten vanaf een startfase tot het concept. Met andere woorden, Awansa Yumeki is bestemd voor de prullenbak. Prullenman. En dat moet je zeggen aan de samenleving. Dus dat in Awansa Nikba zang in feite verband zou moeten houden met succesvolle uitvoering van die BTW. Aan ons in het parlement is gezegd, per 1 september ja, zouden die belastingambtenaren qua waardering, financiële waardering, maar ook secundaire waardering, ja, een optopping krijgen. Tot de dag van vandaag is dat niet het geval. In het parlement hebben wij van de oppositie een motie ingediend met als inhoud om vooruitlopend toch, op een duurzame oplossing op dat gebied, want wat we krijgen is Braindrain betekent wegtrekken van gekwalificeerd personeel bij de Belastingdienst. En de Belastingdienstorganisatie is een vaktechnische organisatie. Het is hetzelfde, ligt in een mangona, in een schaarste in een verpleegster. In een tekwa man Tamara of een vrouw Tamara die potenta lukut asikis manjagimi. Hij vindt geen kaas van gegeten aan oma, een patiënt ook dede. En hij ligt van een tekwa man astra die kwa man. Was verdachte jamang. Dat ik dacht, na ga proces verbaal gimme. Ama slaag voor Milo, dat ik dacht, nee, ta verdachte doorop en OMPG, de maulusa man. Ja toch? Is het ook met de belasting? Je hebt geschikt personeel nodig. En een manier om dat te doen, is om die waardering aantrekkelijk te maken. En we hebben gezien dat dat nog niet het geval is. Ik praat over die randvoorwaarden. Hè? De regering had gezegd, vanaf dag 1 van aanname van die wet, zou men starten met effectieve voorlichting. Ik woon in Suriname, Megona Brokopondo. Ik merk dat die effectieve voorlichting toch, vooral nog niet tot volle wasdom is. Ik weet niet waar het is uitblijft. Er was ook, we hebben die wet aangenomen en één belangrijk artikel geeft aan dat vanaf 1 oktober belastingplichtigen in staat gesteld zouden worden om zich te registreren. Ja toch? Vandaag leven wij 13 oktober. Eigenlijk zou de Belastingdienst binnen redelijke termijn moeten aangeven van luister nou, de eerste week of de eerste 2 weken zijn deze belastingplichtigen die zich hebben geregistreerd voor de wet BTW. Dus wat ik wil zeggen is, vanaf die aanname van die wet, er weinig informatie met de samenleving is gedeeld over het verder traject. En het zou goed zijn als men dat pad zou verlaten. Is het zo dat die BTW door zou werken naar winkelprijzen en dat soort van type dingen? Ja, men zegt, die basisgoederen zijn vrijgesteld van BTW.
Maar goederen staan op basisgoederen. Toch? BTW moest dat niet op. In pay BTW. Ja, toch? Maar met de huidige prijzen, dus zoals brood nu 28 is en altijd van type producten, suiker en zo, die basisdingen zoals ze nu zijn, 2023 mogen we anders verwachten. Dus als sowieso bepaalde basisgoederen zijn vrijgesteld. Je hebt nul tarief en je hebt vrijstellingen. Maar het kan zijn dat er die man die brood bakt, ja toch? Ook bepaalde diensten is afhankelijk van bepaalde diensten. En die persoon die de dienst verleent, brengt die bakker OB in rekening. En het is niet uitgesloten dat dat wordt meegenomen. Maar BTW, nogmaals, sowieso gaat het resulteren in prijsverhoging. Inflatie. De regering die heeft exercitie gemaakt. En men zegt het inflatoire effect zal heel laag zijn. Maar wij weten in Suriname sinds jaar en dag dat wanneer het gaat om betrouwbare informatie en statistieken, wij als land geen schoonheidprijs verdienen. De regering met die verhoging van die BT, van de huidige OB van 10-12%, had de regering aangegeven dat het inflatoire effect max 2% zou zijn. En we hebben gezien wat het is geworden. Dus wanneer we praten over inflatie, prijsstijgingen, dan moeten wij ons niet alleen baseren op die BTW. BTW is slechts een onderdeel. Maar er zijn andere factoren. Kijk, die koerskommeling bijvoorbeeld. Alles wat binnenkomt, ja toch? We hebben nu te maken met een zwevende wisselkoers. Vroeger was het zo dat die koers vast was. Ten tijde van de vorige regering was die koers op een gegeven moment 7,56. En het is een koers die voor mij 3 jaar heeft gegolden. Dus al was die actuele koers, zeg maar 12, als je producten had geïmporteerd, werden die invoerrechten berekend op basis van 7,56. Maar nu als de koers 40 wordt, morgen, worden die invoerrechten berekend op basis van die 40. Ja toch? Waardoor je constant, die prijzen in de winkel zijn afhankelijk van de koers op dagbasis. Daarom als de regering zegt van ja, we gaan een prijscontrole opvoeren en dergelijke. Ik ga niet zeggen dat het wishful thinking, maar de regering moet de samenleving voorhouden dat de prijzen van in de winkels staan en valt met de hoogte van de koers op dagbasis. Want de centrale bank die noteert een koers, drie verschillende koersen op één dag. En die informatie wordt doorgespeeld aan de douane. En alles wat binnenkomt, wordt op basis daarvan afgerekend. Maar dat geldt niet ook voor de douane, maar voor alle andere zaken. Die formele koers is de koers die tot 3 maal toe op dagbasis wordt vastgesteld. Dat is de formele koers. Waarvan mensen ook vrezen is dat niet iedereen, niet iedereen onder die BTW, of op dit moment is het zo, of menen mensen, dat niet iedereen belastingen betaalt of belastingafdraagt aan de overheid, aan de staat. Zou de overheid niet eerst daaraan moeten gaan werken voordat ze nieuwe manieren van belastingen gaan invoeren, althans? Klopt. En we hebben gezien, en het heeft te maken met de uitvoeringscapaciteit. Toch? Als onderdeel van het totaal pakket aan maatregelen dat getroffen moet worden om de belastingdienst, het apparaat, gezond te maken en gezond te houden. Zolang dat niet het geval is, ga je komen met wetten, maar het doel zal je niet in voldoende mate realiseren. Want zo lees je kon aan bepaalde belastingen, maatregelen, dat je denkt dat je na een staat
Owi niet langer dat die. Maar die belastingontduikers lachen jou in hun vuistje. Want als je allemaal heeft omzetbelasting, dan moet je ineens zakken, dan moet je paaien. Zo maar winnen. Nou, maar winnen toch? Nu bijvoorbeeld is die boete, als je rijdt zonder rijbewijs, is het 25.000 SRD moet je betalen. Als je een haven nodig perfect, sorry dat ik het zo moet zeggen, als je een stop je. Dat je een check en balance nodig. Nou, voordeel je dat maar toch? We hebben de situatie nu op dit moment. Ik heb de minister, de gewezen minister van Financiën, op de man af in het parlement gevraagd. Minister, is het zo dat die en die bedrijven, parasitale bedrijven, loonbelasting inhoud en niet afdraag aan de staat, omzetbelasting inhoud en niet en in rekening brengen van de klant en niet afdraag aan de staat? En hij heeft het bevestigen beantwoord. En hij zegt veel meer bedrijven dan wel je hebt opgesomd. Toch? Dus. De overheid creëert voedingsbodem voor bedrijven om belastinggelden die thuis horen in staatsgas, om het eigenlijk in een bedrijf te stoppen als cashflow te gebruiken. Dat is strafbaar. Eigenlijk is het strafbaar. Is het strafbaar, ja. Maar wat we zien is dat de overheid een gedoogbeleid op dat gebied. Toch? Hanteert. Waarom? Alleen God en de staat weten dat. Maar nogmaals, belastinggelden hebben een bepaald doel voor ogen. En ik zeg u mag niet met mij eens zijn. We hebben een situatie in Suriname waar de staat, ik zou bijna kunnen zeggen, straatarm is. Maar er zijn wel mensen die goed boeren en in staat zijn niet alleen, maar conform de wet zouden zij een betere bijdrage moeten leveren in de vorm van belastingen. En we zien dat dat niet plaatsvindt. En ik wil niet zeggen dat de staat dat stimuleert, maar de staat zou uit een ander vaatje moeten stappen om dat tot aanvaardbare proportie terug te brengen. Belastingontduiking, nou was dat een heel groot tapas dat heeft in de plaats. Maar je ziet in andere landen dat mensen in het gevangen belanden. De belastingwet praat over gijzeling. Gijzeling is een vakjargon in belastingtermen, maar gijzeling is niet anders dat je in de bak belandt. Maar vandaag aan de dag, als we de balans opmaken, kan ik mij niet voor de geest halen wanneer en waar een iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan belastingontduiking, ja, in de gevangenis is beland. Meneer Asabina, dank u wel. Atjintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben een. Shit man, so wait. They know they didn't eat. Big up Kulturu TV. Let me know. Oh baby daddy, say we make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chinda no mange mbaka woy. No man in baka, yeah, baby daddy, why? Why, just mama, why? We make up chin down, no man in baka, whoa, yeah. If it's me, they look me more of this you. If me na nga me na one, they no pratin' too. If me no look sorry, so so lafu. If me next don't tap me, knock me tap then too. This me a principal, I'm snell like de luku. Then I'm a tip for one quality, it me suku. They make me honey, and I last like take me butu. Statistical, so me tak, top then I want musu. The mama lose me, so me give my sragado, make her look me. Futang sorgu de chindi me a banging. And I la mansa go take ye first a manging. Say they make na mama. We lip lick mama na nga papa. We make up chin down no man in baka. No man in baka. Oh baby daddy, why? Why just mama, why? We make deep chin down no man in baka. Yeah. That a chin throw a minister of one director. A throw a leer crack of a inspector.
Na yo one bar van ayabe. Ya, ya, yo take is ma van ayabe. Of I sing pop, of throw a regisseur. Of kan dat tro president adviseur. Na yo one bar van ayabe. Ya, ya, yo one go take is ma van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstande. De no mahur lobby boom. Wan de no handa de mooi. Dat de ngelipso los banden. Mooi shifa de la fumofo. De so voltande. On roveni na wan pijn. Hij vindt zo branden. Kolokune de. Want hij gweven uit landen. De epi moussa ki ef stempel uit krakte. Na luku va de prakte. Da ide mek na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down. No man em baka woo. No man em baka yeah. Baby daddy why? Why just mama why? We make up chin down. No man em baka woo. Respect ki gyara de pa. Hey sorgo de pchen. Big up Seliman. Way 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 kulturu.com. Check it!